Nou, zoals jullie zien, een pakketje van Zalando. Ze hebben me gevraagd of ik schoenen wilde bestellen tegen korting. Nou, dat wilde ik wel doen, want ik wilde toch wat andere sport hardloopschoenen, runningschoenen. En ja, Zalando dat zeg maar in instantie zei, dat hebben mij helemaal niks. Zal ik je even brengen naar die tv, maar dat is dan een website. Onder andere met runningschoenen, allerlei andere schoenen. En als het goed is, is er ook wel eens een filmpje van gemaakt. Even kijken, ik zal hem even aanzetten. Stilte! Mond dicht! Nou, van die bank overvallen dan. Zalando, schreeuw van geluk. Nou, dat is een Zalando reclame. Nou, ik heb het pakketje binnengekregen. Dat ging vrij vlot. Ik zal meteen, ik had al een mes in een schaar, maar volgens mij kan ik hem gewoon hier openmaken. Even kijken of dat lukt. Met één hand. Nou, één hand gaat lastig. Het open dat ding. Pakketje. Bonnen lijkt wel. Nou, over het allemaal wel. En een boek. Betaling. En een lijst. Nou, kijk eens aan. De Nike Free Run 2. Ja, ik ga het wel ook even krijgen natuurlijk. Ja, dat zijn de nieuwe schoenen die ik ga uitproberen. De lichte. Dus, nou, mede dankzij Zalando met de korting. Die kan het wel ook wel mee herinneren, denk ik. Gaan we ermee op pad. Dus ik zal eens even kijken hoe dat met die Nike gaat, hoe dat loopt. En ik ben wel blij dat die bestelling vrij snel ging. Ik kan ze ook weer meteen terugruilen als het nodig is. Mocht het de maat niet wezen, dat is wel eens lastig met hardloopschoenen. Ik kan ze zo weer terugbrengen, een keer gewoon weer een andere schoen of andere maat nemen. Dus een scheppunt of een ander kleurtje of weet ik veel wat. Ze zijn vrij geel. Nou, in ieder geval waren dit van Zalando de schoenen. Ik ga met Nike lopen. Dus twee. Even kijken hoe dat gaat lopen. En ik kom er later terug. Oké, nou, groetjes.